dank je wel. We hebben heel veel geleerd, denk ik, deze middag. Ik wil beginnen met de organisatoren, de collega's van de Jonge Academie, van harte te danken voor dit initiatief. Want ik vind dat jullie altijd op een heel goede, gefocuste, gevarieerde manier superbelangrijke items onder de aandacht brengen. En vandaag was weer een dergelijk voorbeeld. En het is een plezier om hier te zijn. En heel veel dank ook om een paar woorden tot jullie te kunnen richten. Het is een beetje een open deur instampen, denk ik, als ik zeg dat diversiteit een belangrijk gegeven is, een belangrijke prioriteit is voor onze universiteiten. Al onze universiteiten zijn er al jaar en dag mee bezig. U heeft daarnet een heel mooi recent voorbeeld gezien van de collega's van de Universiteit Hasselt. Maar er zijn talloze dergelijke voorbeelden die al jaar en dag in de praktijk worden gezet. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de collega's die daar elke dag met hart en ziel aan werken in onze instellingen ook uitdrukkelijk voor te bedanken. Mij is gevraagd om vanuit de koepel van de vijf Vlaamse universiteiten, de VLIR, een paar woorden tot u te richten. Diversiteit en sociaal beleid is een van de zes beleidsdomeinen van de werking van de VLIR, wat betekent dat we er ook al heel lang mee bezig zijn. Ik geef jullie een aantal voorbeelden. Op VLIR-niveau publiceren we al sinds 2002 de gelijke kansenrapporten voor de Vlaamse universiteiten, waar elk van de vijf instellingen een overzicht geeft, een progressief overzicht geeft van alle initiatieven die op dat vlak worden ontwikkeld. Een tweede voorbeeld is het charter grensoverschrijdend gedrag dat in maart 2018 werd ondertekend en dat wij ook verder continu opvolgen met de betrokken collega's. Derde mooi voorbeeld, denk ik, 26 juni 2019, de ondertekening van gender in academia hier op dit podium. Ik heb daarnet nog even de foto's bekeken van Josephine with Offspring, zal ik het maar noemen. Heel mooi moment, dat heel mooi spoorde ook met de NVX-campagne, als ik die zo mag omschrijven, van de collega's van de Jonge Academie. Vierde voorbeeld is alles wat draait rond vluchtelingen in het hoger onderwijs. Daar hebben we binnenkort ook een lerend netwerk over. Dat is een materie die ons al heel lang bezighoudt. We zijn recent ook door de collega's van KU Leuven geattendeerd op het probleem, de specifieke problematiek van het ontbreken van stageplaatsen voor artsen-specialisten die ofwel een vluchtelingenstatuut hebben ofwel een subsidiair beschermingsstatuut hebben. Dus daar proberen we ook mee aan te werken. Belangrijk voorbeeld, denk ik, relevant voorbeeld is ook sinds vorig jaar is dat de eerste keer gebeurd, de publicatie van wat wij hebben genoemd de achtergrondkenmerken van generatiestudenten. We hebben voor de eerste keer, dankzij de input die we van onze vijf instellingen hebben gekregen voor de academiejaren 18, 19 en 19, 20, een overzicht kunnen publiceren. Het is eigenlijk een factsheet, een infographic, waar we hebben gekeken naar een aantal achtergrondkenmerken van onze studenten. Dan gaat het specifiek over taal, over nieuwkomers, de scholingsgraad van ouders, de groep van werkstudenten, de groep van beursstudenten en ook studenten met een functiebeperking en migratieachtergrond. Dat is heel veel, mooi samengebald op één factsheet, maar het toont aan dat die problematiek zeer, zeer diep zit en dat die ook bijzonder complex is en niet evident om te monitoren. Ik ga niet het hele verhaal doen. Er zijn heel veel studenten die om onder andere privacyredenen of andere redenen dergelijke soort van gegevens liever niet geregistreerd zien. Er is ook de moeilijkheid of het spanningsveld tussen enerzijds het beleid, het overheidsbeleid, dat heel graag die gegevens zou ter beschikking hebben op zeer individueel, of individueel is het juiste woord niet, maar op een zeer gedetailleerd niveau, op een microniveau, om in functie daarvan eigenlijk ook voor een stukje het beleid mee vorm te kunnen geven en mee te inspireren. Dat is een zeer legitieme vraag, maar die moet natuurlijk afgezet worden ook ten aanzien van privacygegevens en ook misbruik van data. Laat ons daar ook niet onnozel over doen. Misbruik van data die in het verleden ook een aantal keer is voorgekomen en jammer genoeg nog altijd voorkomt. Wat mij ook opvalt en wat ik ook eventjes wil meegeven, is dat op het niveau van de Vlaamse overheid diversiteit, er zijn natuurlijk specifieke beleidsprioriteiten bij verschillende ministers,
Maar in het begin van de sprekers heeft verwezen naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vlaanderen heeft in het kader, de Vlaamse regering heeft in het kader van Vizier 2030 ook een eigen scoreboard ontwikkeld met een hele set van doelstellingen. Daar zit wel geteld, als we het hebben over hoger onderwijs, één schrale indicator bij. En dat is het opleidingsniveau, het monitoren van het opleidingsniveau van de moeder voor studenten in het hoger onderwijs. Dat is de enige indicator die met diversiteit en onderwijs te maken heeft in dat vizier 2030. Dus mochten er vertegenwoordigers van de overheid aanwezig zijn, is dat misschien een suggestie om daar in de toekomst ook verder over na te denken. Laatste voorbeeld, recent voorbeeld, twee weken geleden voorgesteld, is het rapport van onze interuniversitaire werkgroep Koloniaal Verleden van België. Het is een werkgroep Vleerkref, dus alle Belgische universiteiten zaten daarin. Die hebben heel expliciet opgeroepen om veel diepgaander aandacht te besteden aan diversiteit en uiteraard de link met inclusie op alle mogelijke niveaus, gaande van de studenten tot de professoren en de andere leden van het personeelsbestand van onze universiteit. Een zeer rijk rapport, een zeer inspirerend rapport, waar ik denk dat we ook met de collega's van de Jonge Academie nog verder mee aan de slag kunnen gaan. Ik heb een aantal uitdagingen ook genoteerd, heel kort. Ik denk dat het belangrijk is, en de toespraak of de presentatie van Josephine was daar een heel mooi voorbeeld van, denk ik, is dat we diversiteit echt moeten zien als een cross-cutting issue. Het is niet alleen één van, als ik nu vanuit Vlier-perspectief bekijk, het is niet alleen één van de 6 beleidsdomeinen of activiteitendomeinen waar wij dagelijks mee bezig zijn. Het snijdt echt door alles heen. Dus het is heel belangrijk om daar te werken aan een holistische aanpak, om daar ook creatief mee om te gaan. En als de Jonge Academie voor één ding staat, dan is het absoluut creativiteit. Ik denk dat we hier vandaag een aantal heel mooie buitenlandse voorbeelden hebben gehoord, maar er zijn ongetwijfeld ook heel veel mooie binnenlandse voorbeelden die verdere navolging verdienen. Een voorbeeld van de manier waarop dat we die component diversiteit eigenlijk beter zouden kunnen mainstreamen, ook in andere initiatieven, is de internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs met Vizier 2030, die momenteel wordt voorbereid onder leiding van minister Weitz, die op een bepaald moment ook op de regeringstafel zal liggen. Het werk is nog niet af, de voorbereiding loopt nog volop. Dat zijn zeer constructieve gesprekken en het doet ook plezier om te zien dat het aspect van interculturele competenties in het kader van internationalisering daar ook wel de nodige aandacht krijgt. En een laatste punt, of een laatste uitdaging die ik vandaag zeker ook heb opgepikt, is de noodzaak om ons niet alleen te focussen, hoe belangrijk dat die groep uiteraard ook is, niet alleen te focussen op diversiteit in de studentenpopulatie, maar ook het personeelsbestand mee te nemen. Het is niet alleen een verhaal van of studenten of personeelsbestand, het is de hele academic community. Ik sta hier nu namens de Vlier, maar dat geldt uiteraard ook voor de collega's van de hogescholen en andere kennisinstellingen. Wat mogen jullie verwachten vanuit de Vlier? Dat we hier waarschijnlijk in de toekomst nog een aantal keer zullen staan als obstakel tussen een schitterende namiddag en de receptie die ons wacht. Ik spreek ook heel graag namens de Vlier het engagement uit ten opzichte van de collega's van de Jonge Academie, dat we hier graag verder samen met jullie aan die weg willen timmeren. Ik denk, hoe meer mensen dat ermee bezig zijn, hoe beter. We are on this road together, denk ik. En er wacht ons een heel mooie toekomst. Belangrijk is dat die werken aan meer diversiteit is echt een gemeenschappelijke uitdaging. Ik zeg dat niet omdat ik het hier op mijn papiertje geschreven heb. Ik zeg het omdat ik het oprecht meen. En ook dat belang van meerstemmigheid, dat is een van de woorden die ik vandaag absoluut heb onthouden. Het belang van die meerstemmigheid is zo belangrijk en daar hebben we allemaal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor. Dank u wel.